Goed mensen, ik ben Sam, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van de PR Modpack. Jongens, ik heb er weer super veel zin in. Zoals je al ziet, zit momenteel hier 168k laaf in. Super chill. Ik ben echt super hyped. Wat wij vandaag gaan maken, jongens, is een blockbreaker. Een paar mensen in de reacties hebben neergezegd, zoals Nick. Maak een blockbreaker, die is super sterk, super snel. Dus je hebt twee blockbrekers. Eentje van Open Blocks. En eentje van Blue Power. En hij zegt hier duidelijk, gebruik hem van Blue Power, niet die van Open Blocks. Want die heeft een redstone signaal nodig en weet ik veel wat. Dus wij gaan deze maken. Maar, er zit een maar aan. We hebben één dingetje nodig en dat is een red doped waffer. En dat is dit. En dan moeten we dit maken. En dan moeten we dit maken. Dus we moeten een furnace als het maken. Even kijken, een alloy furnace hebben we nodig. Een alloy furnace. En dan maak je gewoon met bricks. Dus wat wij even moeten fixen is klei. Wel, daar hebben we heel veel klei van. Maar there we go. Dit zoeken we. Hoppakee. Dan misschien hebben we nog wel meer. Misschien niet. Misschien hebben we ook wel bricks. Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Come on. There we go. Oh my god. Ik klik elke keer verkeerd. Clay. Nee. Oké. We hebben... Dit is ook... Dit is niet genoeg, by the way. Shit. Dit is niet genoeg. We hebben geen energie meer. Dat is nieuw. Dat is heel erg nieuw. We hebben een probleem. We hebben geen energie meer. Dat is een probleem. Dat is niet grappig. Het is niet grappig dat ik geen energie meer heb, jongens. God damn it. Oké, komt goed. Ik heb toch niet superveel nodig. Want zoals dit. Dit kan er allemaal even uit. Come on, mag eruit. There we go. Hoppakee. En als het goed is. Yeah, komt het er gewoon weer bij. En dan kunnen we nu klei hierin doen. En dat doet het nog steeds niet. Damn it. Wel, de reden is waarom ik geen energie meer heb, is best wel heel logisch. Ik heb superveel ingots vandaag. En eergisteren heb ik natuurlijk, of gisteren heb ik gefixt. Echt superveel. Misschien wel een beetje te veel. Dus ja, dat is een probleem. Wat wij in ieder geval moeten gaan fixen, jongens. Wij moeten klei gaan fixen. Dat ten eerste. Want dat hebben wij niet meer. En we hebben bricks nodig. Wel, misschien hebben we trouwens wel bricks. Oh, kijk, look at this. 41 bricks. Kijk, dat is mooi. Kijk, dat wil ik nou zien. Hier word ik vrolijk van. Hoppakee. En dan kunnen wij makkelijk dit doen. En dan hebben wij momenteel een alloy furnace. Dus deze hebben we nodig. En dan moeten wij nu even kijken. Coal fixen. En zand hebben wij nodig. I know dat het heel weird is dat we zand nodig hebben. Maar we hebben zand nodig, geloof me maar. Dus hier krijg je weer een waffer van. Een waffer. Block breaker. Kijk, deze hebben we dus nodig. Van Blue Power, jongens. Blue Power. En dan moeten we een diamond saw maken. Om een diamond saw te maken is redelijk makkelijk. Is redelijk makkelijk. Het is niet het makkelijkste job die er is, maar... Dit is redelijk makkelijk, dus als ik deze mag openen, there we go. We hebben een diamond nodig, dat ten eerste. En wij hebben sticks nodig. There you go. Bam. En als het goed is, hebben we ook stone sticks nodig. Nou weet ik dat niet 100% zeker. Ja, oké, dus dat heb je wel nodig. En ik weet nog niet precies wat ik dan fout heb gedaan. Oh ja, hier gewoon stone rods. Ja, precies, oké, dus dat is redelijk makkelijk. Is niet moeilijk om zoiets te maken. Het gaat gewoon super snel. Hoppakee, je hebt gewoon een paar stones nodig. En die doe je gewoon op. Hoppakee. Zo makkelijk is het. Het is echt super makkelijk. En dan kan je nu een diamond saw maken. Die maak je dan. De hoppakee. Dan liggen hier als het goed is nu een silicon boel in. En die moeten we nu gaan snijden. Just like this. Bam. Dan pakken we zelf wat redstone. Hoppakee. Oh. Hoppakee. Oh, ik dropte heel veel redstone al. Dit kan er nu ook weer uit. Dit kan weer hierin. Dat hebben we niet meer nodig. En dan kunnen wij nu deze maken. Oh, wacht. Dat moet gewoon hierin. Oh, dan moet ik nog wel wat kool hebben. Ik dacht dat ik klaar was met mijn kool. Maar dat was ik dus niet. Kijk, dus nu gaat dit ook lekker pruttelen. En dan moeten we wat... Oh, gewoon wat cobblestone hebben. Stone. Cobblestone. Ik had toch heel veel cobblestone meegenomen. There we go. Hoppakee. En het hoeft niet gekleurd te zijn. Neem ik aan dat het niet gekleurd hoeft te zijn. Lijkt me heel raar als het wel gekleurd moet zijn. Nou, hebben wij wat wood nodig. Oh, there you go. Hoppakee. En wij hebben ook dus een paar stones nodig. Oh, shit. Toch? Nee, het is gewoon cobblestone. En iron. Hoppakee.
En deze willen we ook. Dus nu moeten wij even een piston maken. Al laten we er gewoon meteen 4 maken, want whatever. Je hebt ze toch uiteindelijk... Het is altijd zo. Je hebt ze uiteindelijk toch altijd nodig, pistons. Oh, piston, what the fuck? Uiteindelijk heb je altijd pistons nodig. Dus het is altijd chill om gewoon nog extra te maken. Hoppakee. En hoppakee. Nu hebben we een iron pickaxe. En dan kunnen wij, als het goed is, nu deze gaan maken. Nee, dat kunnen we niet, omdat hij super irritant is. Want soms zegt dat ding gewoon van, yo, je mag mij niet gebruiken. Dus ik was van, what the hell, waarom niet? There you go. Kijk, nu kan ik hem wel gewoon gebruiken. Of tenminste, dat vraagteken kan ik niet gebruiken, maar dit wel. Dus ik heb nu een blockbreaker. En hoe werkt dit? Ik heb geen flauw idee. Dit is ook de eerste keer voor mij. Dit is een blockbreaker. Ja, nou, oké. Okay. Interessant. Oké, okay, ik was helemaal verkeerd. Ik dacht dat die van open blocks alleen maar redstone. Maar deze moet juist redstone gebruiken in plaats van energie. Dat was het. Dus wij gaan even snel even een paar redstone torches maken. En dan gaan we die hierachter neerzetten. En we moeten trouwens heel veel van deze maken. Maar we beginnen gewoon met eentje. Dus ik weet nog niet precies wat de voorkant is. En je weet dat echt niet. En hij zou het wel moeten doen, toch? Hij zou het moeten doen. Ik heb alleen werkelijk geen flauw idee. Dus als ik dit zo zie, dan zou je denken dat dit de voorkant is, toch? Lijkt mij. Dus als wij... Oh! Oké, okay, hij doet het nu wel. En als ik het aan de zijkant... Oké, okay, dus hij doet het gewoon. Dus hoe dit precies werkt... Hij hakt het blokje ervoor. Dus wij moeten een soort van bad maken... Nee, dat klinkt heel weird. Maar wij moeten een soort van bad maken waar constant water overheen gaat en lava. Zodat dat hij gewoon heel snel al het obsidian aan het weghakken is. Als wij, laat ik zeggen, 6 van deze dingen hier gaan maken naast elkaar. Dan hebben we een hele mooie machine. Dan hebben we inderdaad een hele mooie machine. En dan kunnen wij zo heel makkelijk en heel snel... resources gaan verzamelen. Dus dat is precies wat ik nu ga doen. Ik ga even een plekje maken. Deze kan weg. Get out of my way. Niemand houdt van jouw crafting table. ja, dat is precies wat wij nu gaan doen. Wij gaan nu een plekje maken waar wij al het lava in kunnen gooien. Hoppakee. En ik denk dat dit het perfect zal doen. Dus dat betekent dat ik hier overal lava in ga gooien. Right? Dat is best wel heel geloof. Ik gooi hier gewoon lava in. Er komen hier... van die machines te staan, van zulke machines. En dan kan ik gewoon... wel, zo constant gewoon lava fix, I guess. En als ik daar gewoon een paar van fix van die dingen... dan kan ik uiteindelijk hier allemaal water over gooien... waardoor alles obsidian wordt. En dan kan ik weer lava neergooien. Dit is wel een beetje onhandig. Maar ik heb er geen betere manier voor. En ik denk dat dit het efficiëntst is. Dus, nice. Blockbreaker... Jij gaat werken. Wat ik ook kan doen is het in een 4x4 neerleggen. Misschien is dat eigenlijk wel handiger. Zit ik nu te denken. Ja, laat ik een 4x4. Waarom maak ik geen 4x4? Als ik het... Of 2x2 eigenlijk dan. Dan kan ik 2x2 gewoon weghakken. En dan heb ik... Ja, dat werkt beter. Dat werkt beter. En dan kan ik ook... Dat kan ik veel sneller... Wauw. Kan ik veel sneller refillen. Dus dan doen we dit. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dus dit is gewoon 4x4. En dan leg ik het dus... Oké, okay, dus dit is... Het is best wel heel logisch als je het ziet. Dan denk je eens van... Hey, Sam is best wel heel slim. hoop ik. Hier leggen we er eentje neer. Oké, okay, ik ben niet zo super slim. Kom aan. There you go. Hier leggen we er eentje neer. Dan leggen we er hier eentje neer. Hier eentje. En hier eentje. En... Dan gooi je dus elke keer hier obsidian. En dan hakt hij elke keer 4 obsidian weg. En dan kan ik gewoon daarboven staan. Elke keer lava erin gooien. Dus dat is nice. Dat is ook precies wat ik wil. Wat wij dan nog even moeten doen... is wat iron fixen. Hoppakee. Wel, met iron moeten wij... pickaxes gaan maken. En we hebben er 3 nog nodig. Hoppakee. Perfect dat ik toch de pistons had gedaan. I got it. Man. Ik praat alleen met full caps. Nooit met full caps praten, jongens. Dan lijk je echt stom. Oké. Okay. Dit. Oh shit, we missen 1 blue ding. Ik ben... Oh, kijk. Oké. Okay. Een blue ding. Nice, Sam. Oké, okay, dus die daar. Deze hier. Cobblestone aan de zijkantjes. En... Hoppakee. 1, 2 en 3. Dus we hebben er nu 3. En dat is ook genoeg. En dat betekent dus dat ik
Ik weet niet precies hoe snel het weg gaat hakken, maar dat ik redelijk snel, ik zeg niet dat ik het extreem snel, maar redelijk snel obsidian kan fixen. En dit is ook precies wat ik wil gaan doen. Deze dingen zitten verkeerd. Zo, hoppakee. En hoppakee. En dan kan je ze met, wat was het? Laat mij het nog even opzoeken. Met speciaal soort tubes. Pneumatic. Deze dingen. Pneumatic tube. Pneumatic. Ik zie jullie. Ik zit gewoon te trollen. In ieder geval die tube. Nu kom ik er zelf echt niet meer uit. Die tubes die hebben we nodig. Deze dingen. Deze tubes. Die hebben wij nodig. Moeten we brass maken. Brass maak je met gold en iron. Is wat ik net zag. En als het goed is, was het zo. There you go. Hoppakee. En dan moeten wij wat glas hebben. That's it. Glas en we are ready to go. We hebben genoeg glas. Dus dat is hartstikke mooi. Dus dit moeten we zo doen. Bam, bam. Dan... Oh! Tube or not tube? Wat? To be or not to be? Maar dan to be, you know? Oh my god. Oké, en we willen natuurlijk een chest maken. Want we willen natuurlijk wel dat het obsidian ergens naartoe gaat. En niet random ergens op de grond ligt. Dus dat kunnen we mooi hier naast neerleggen. Just like that. Hoppakee. Yo, spear. What up, my man? What up, my man? En dan kunnen we die... pipes kunnen we nu zo neerleggen. En die kunnen we dan allemaal hierin zien te krijgen. Hoppakee. Het ziet er goed uit. Ik vind het er best wel leuk uitzien. En dan moeten we dus hier... Je hebt dus ook een timer. Als het goed is, heb je een timer. En dat is dit dingetje. What the fuck? Ah, dan hebben we Tessalite nodig. Oké, dus dit wordt best wel een klus. Dat zeg je nu al. Dit gaat een klus worden. Maar we hebben deze nodig. Dus dit is een timer. Dit is eigenlijk een ding die heet het zo rondgaat. Een klok die heet het rondgaat en tik. Tik, tik, gaat. Right? Best wel heel logisch. Dus daar hebben we vier van nodig. Moeten we hier eentje neerleggen, hier eentje neerleggen, hier eentje neerleggen en hier eentje neerleggen. Zodat dat hebben we gedaan, dan kunnen we obsidian fixen. Maar wat ik eigenlijk eerst even wil gaan doen, is even checken of alles wel werkt. Dus we gaan even een lava bucket pakken. Oké. En we gaan eerst even snel een bucket fixen. Oké, dus we fixen en we hebben... Oké, cool. We pakken dit. Die gaat zometeen ook daar gewoon staan. En dan kunnen we het gewoon heel makkelijk, heel snel fixen. Ik weet dat dit niet de efficiëntste manier is, maar ik vind het een... Ik vind het leuk. Ik vind het leuk om het te doen en het werkt. Daar gaat het om. Oké, dus dit is obsidian. Weet je wat, laat ik het zomaar gewoon testen, whatever. Dus, woep. Hij hakt het ook in één keer weg en daar gaat hij dan. En daar hebben we nu al één obsidian. En hetzelfde als dit, dit. En dan daar eentje. Kijk, dan gaat hij gewoon zo. Dat is best wel... Deze tubes zijn awesome. Ik hou van deze tubes. Wacht, maar hoe... Oké, klopt. Cool! Dus hij werkt. Dit is hoe het moet. En dan moeten we eigenlijk dit nog doen. De reden is, dan kunnen we gewoon hier lava neerleggen. En daarboven kunnen we dan water opgooien. Dus dit werkt. En ik ben er super blij mee. Oké, jongens. Ik ga even dit vreselijke dingetje maken. En dit gaat een tijdje duren. Wel, ik kan het wel aan jullie laten zien, I guess. Als we Tessalite hebben. Dit is een vreselijke klus om het te fixen. Ik zeg het, is echt heel erg na om zoiets te fixen. Want je bent super lang mee bezig. En het is nogal heel erg irritant. Zo, wat hebben we nodig? We hebben stone nodig. Dat ten eerste. 1 stack stone. Daarvan gaan we de helft gaan we niet in een alloy furnace gooien. What the fuck? Gooien we hierin. En als het goed is, krijgen we stone tiles. Yes, yes, yes. Please, die wil ik graag. En dan hebben we wat nodig. Dan hebben we een redstone torch. Hebben we dus nog nodig. Dus dan gaan we ook nog een paar redstone torches maken. En dan hebben wij daarna Tessalite nodig. En Tessalite kwam ik er net achter dat ik het alles heb weggegooid. Yes, ik heb Tessalite niet bewaard. Het is toch Tessalite? Even dat ik het... Ja, Tessalite. Hier, there you go. Ik heb een 6. Voor de rest heb ik helemaal niks, want ik gooi ze weg. Ik spaar die dingen niet, dus... Yeah.
Laten we naar mijn quarry gaan en hopen dat daar wat testlight in zit. Want het zal hartstikke fijn zijn als daar testlight in zit. Want ik heb testlight nodig. Als we geen testlight hebben, dan kunnen we die dingen niet maken. En dan moeten we het allemaal handmatig doen. En dat ga ik niet doen. Dus ik ga hopen dat het in mijn quarry zit. Ik neem aan van wel. Of ik moet laatst alles eruit hebben gehaald. Ook voor de vorige aflevering. Ik kan het eerlijk gezegd niet meer super goed herinneren. There we go. We hebben genoeg. Oké. Dus dat is nice. We hebben echt meer dan genoeg. Dus nu kunnen wij hieruit springen, alsjeblieft. There you go. En dan kunnen wij nu aan de slag. Dit is super chill. En het gaat ook super chill. Want zodra we die timer hebben gefixt, dan krijgen we heel veel obsidian. Met heel veel obsidian kunnen we heel veel olie maken. Met heel veel olie kunnen we heel veel brandstof maken. Fuel. Met heel veel brandstof kunnen wij de hele tijd naar de maan en terug. En dat is eigenlijk ook precies wat ik wil gaan doen. Ik moet zo'n setup die ik nu hier heb gemaakt, moet ik eigenlijk ook op de maan hebben. Want als ik ineens denk van, yo, ik heb lava nodig, of ik heb fuel nodig, en ik heb dat niet, en ik zit op de maan, dan is dat ook een probleem. Maar het gaat wel goed. En binnenkort komt er een lange livestream waar we de moonbase gaan fixen. Ik heb nog geen datum ervoor, maar het komt er wel aan. Dus wat we nu moeten doen, is deze dingetjes gaan maken. Blue tiles, well, die hebben we al. Deze dingetjes. Woep. Dus één. En daar heb je de 3 van nodig. En daar heb ik gewoon heel veel van nodig, pretty much. What the hell? Dus 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 10, 11, 12. Oh my god, dit wordt echt dramatisch. Dus nu moeten we dit ook hebben. En 1, 2, 3, 4 hebben we hiervan nodig. Hoppakee. En kapitein hier is dood. Oké, wel, dat is duidelijk. Nu hebben we hier 1, 2, 3... nodig. Oh my god, ik heb geen inventory space meer. Come on, wat kan weg? Wat kan ik weggooien? Ik kan dit weggooien. Right? Yeah. Dat is geen probleem. Dus daar heb ik nu... Daar moet ik een... Wat? Wat heb ik nu? Ik heb niet genoeg. Oh my god. Oké, maakt niet uit, want daar hebben we weer genoeg van. Daar moet ik er nog wel een paar van maken. Daar moest ik niet meer paar van maken. Ik had genoeg. Tenzij het in een hoekje. Oké, dus daar moeten we 24 van hebben. Dat komt goed. There you go. Woep. Alright. En dan moeten wij nu deze fixen. Daar moeten we ook 3 van hebben. Wait, hoe zit dat in elkaar? Ik begrijp niet waarom het zo weird... Als ik erop klik, dat het zo weird is. There you go. Dus 1, 2, 3 hebben we hiervan nodig. En dan kunnen wij nu dus 3 van deze maken. Dat was niet goed. Je hebt... Oh my god, wat hadden we meer nodig. Dus dan mis ik er nog deze. Right, yes. Boop. En als het goed is... Kijk, we hebben er nu dus 4. Dat ging echt sneller dan ik had gedacht. Ik dacht, serieus, daar ben ik echt super lang mee bezig. En als het goed is... What the fuck? Oké, als het goed... Dit ding is ontiegelijk aan het glitchen. Dus laten we maar... snel neerleggen. En elke keer als je dat aanraakt... Oh my god, dit ding is echt aan het glitchen. Elke keer als ik hem pak, dan is het wit. En dat zien jullie denk ik ook wel. Het zou heel raar zijn als jullie dat niet zien. Oh my god, maar nu kan ik hem niet tactisch neerleggen. There you go. En nu, ondanks hij dus elke keer nu aan het tikken is. Zo tik, tik. Dat horen jullie ook. Oh shit, come on. Dat was ook niet de bedoeling. Als ik nu elke keer, als ik hier een blokje neerleg... Dan hakt hij hem. Yes! Yes, please! Dit is precies wat ik wil. Oh my god, dit is alleen echt... Sorry dat het er zo vreselijk uitziet. Ik weet niet wat het is. Oh, het is duidelijk, het ligt niet aan mij. Of misschien wel. Ik begrijp niet hoe ik dit ding moet neerleggen. Ik moet hem zo neerleggen. Kijk, hoppakee. En hetzelfde geldt hiervoor. Come on. Hoe moet ik dit ding neerleggen? Het is echt irritant, want het lijkt net alsof het elke keer random is. Misschien ligt het wel gewoon aan mij. Oké, hoppakee, die doet het nu ook. En dan deze nog. Nope. There we go. Dus nu gaan ze elke keer tikken, zoals je al hoort. Tik, tik, tik. Heel irritant, vreselijk, rot geluidje. Als ik hier een blok neerleg, dan kan ik hier gewoon makkelijk op. Dat is best wel fijn. En dan wil ik hier ook nog even een klein platformpje zo maken. Dat ik zelf natuurlijk niet in het lava ga vallen. En... Oep, oep. Oep, oep.
Gewoon zo. En één dat het wel even fijn is, want dan kan ik gewoon hier kijken. En wat we dus nu moeten doen. Ik moet hier eigenlijk ook een soort van water source maken. En dat is ook precies wat ik nu ga doen. Want het zal heel erg fijn zijn als ze niet zo gewoon elke keer hier kunnen staan. In plaats van daar naartoe weg moeten lopen. Dus laten we hier een unlimited water source gaan fixen. Just like this. Hoppakee. En we hebben een unlimited water source. Die kunnen we nu... Kunnen we nu lava erin gooien al. Dat gaat echt super snel. En dan zijn we klaar. Damn. Dit was een hele fijne en efficiënte aflevering geweest. Ik ben er heel erg blij mee. Ik ben er echt heel erg blij mee. Dus we hebben nog een paar buckets nodig. En dan gaan we het zo meteen even testen. We hebben 4 buckets nodig in totaal. Eentje extra. En dan moet hier wel een bucket in zitten. Kijk, een bucket of lava zit er zelfs in. Dus... Dan dit is ons obsidian farmer. Ik ben er echt heel erg blij mee. Een echte obsidian farmer. Cool. Dus nu kunnen we hier elke keer lava in gooien. 1, 2, 3. En dan moet ons inventory wel leeg zijn als ik glitch die. Dus 1, 2, 3, 4. Pak je 1 bucket op water. Gooi dat hier overheen. En zoals je al ziet, hij hakt het allemaal weg. Obsidian komt daar. En dan doe je dus weer... Je kan het ook eigenlijk met 1 bucket doen. Doe je hier weer precies hetzelfde. Gooi je water eroverheen. Pak je lava. Doe je weer precies hetzelfde. En dat blijf je de hele tijd overdoen. Totdat je denkt van, ik heb nu genoeg obsidian. Maar jongens, het is gelukt. Kijk, als je snel genoeg bent. Oh, dit is eigenlijk heel erg fijn. Als we gewoon het water daar laten, kan je het gewoon de hele tijd zo doen. Oh, dit is nog sneller. Oh, wauw. Dit is echt super snel. Holy shit. Ik hou er niet eens bij. Oh my god, dit is geweldig. Dit is echt geweldig. En als we dus dit blijven doen... We hebben nu al 27 obsidian. Guys, bedankt voor het kijken. Een obsidian farmer. Het werkt. Ik ben er super blij mee. Het is niet automatisch. Maar jullie moeten wel zeggen dat dit redelijk snel is. Elke keer als ik dit doe, dan krijg ik 1 obsidian. Dus het is snel genoeg voor mij. Bedankt voor het kijken. Ons volgende goal is eigenlijk... Hier een soort van machine neerzetten. Die elke keer lava juist daaraan in zit te pompen op dat blokje. Waardoor het echt helemaal automatisch gaat. Bedankt voor het kijken. Check je de volgende keer weer. En ik zeg peace.